Intussen komen Nathan en Deborah toe. Maar Nathan heeft zijn confrontatie met Sergio nog steeds niet verteerd. Weet jij, wat jij moet doen, hè? Je moet een beetje minder lachen en je job meer serieus gaan nemen. Maar ik snap niet waarom je denkt dat ik mijn job niet serieus neem. Omdat ik dat voel. Omdat ik dat voel. 100.000 euro'tjes, dat denk je? Dan is even een hassel te komen vliegen zo. Fladder. Fladder. Dat is een Sergio Herman. Dat is een god in de keuken. Dat is gewoon een... Maar dan moet je altijd de mensen niet persoonlijk gaan aanvallen. Ja, Sergio, die ken mij niet. Die zien niet wat ik hier elke dag doe. En als je vraagt aan de les, joh, ik zit in de keuken. Ik vraag dingen. Ik wil alles proeven. Ik zit in een kasten. Snap je? Dus ik doe dat allemaal. Maar Sergio ziet het niet. En dan begint Sergio lastig om mij te zijn dat ik die dingen niet doe, terwijl hij toch niet weet wat ik doe. Maar vraag me niet om hier nog een keer om 8 uur 's morgens te aankomen. Dan, hè. Want ik moet hier ook nog voor de mensen representabel zijn. Hè. Snap je ook? Je kunt dat even volgen, maar dan een tijdje stort je in elkaar. Hè. Ik merk dat nu al bij Deborah. Heb je iets verkeerd gedaan? Ja. Ja. Je weet wat? Ja, ik weet wat. Okay. En ik krijg scheid ervan, omdat dat hier te veel tijd in beslag neemt. Je rotkut rekskut. Deborah wil extra rekken voor de hygiëne. Want ook in de keuken had Sergio kritiek. Gaat om kwaliteit, hè? Opruimen. Let op. Ziet, wacht ermee. De keuken is nog een beetje rommeltje. Hè? Je ziet ook... Ze zijn slordig, ze ruimen dingen niet op, koelingen zijn vies. Je zou het verminderen hier de scheiterij krijgen. Dan kan ik dat weer in en uit schroeven hier. Vorige week of 2 weken geleden heb ik met Dietje in dat kot gezeten. Voor dat op te ruimen, dat bergkotje. En ja, we hebben alles op zijn plaats gezet. En een uur later was weer rommel en... Kut tijdverlies hier. Ik vind het een beetje jammer dat al die dingen wat we eigenlijk al weken zijn aan het zeggen, dat daar een 3-sterren-chef voor moet langskomen om dat te bevestigen en dat er dan pas mensen in actie gaan schieten. Dat heeft bij mij wel de hele motivatie eigenlijk weggehaald voor het te doen.